laptop preview van de Toshiba Tektra S2. DVD-ROM. 3 USB-poorten. Externe poort voor een extra muis of zo. En hier kun je een modem insteken. En daar een extra videokaart. Hier nog een extra LAN. Dit is de voedingskabel met de originele Toshiba adapter. Uit. Is opnieuw gespoten, netjes gedaan, heeft ook een blanke laklaag gekregen, ziet er heel goed uit. Dit is de laptop, het rood komt ook weer terug hier aan de voorkant, de toetsen, allemaal één voor één, helemaal schoongemaakt en vernieuwd waar vernieuwing nodig was. Hier heb je de aan-uit knop, hier heb je de wifi aan-uit knop, hier heb je nog een volume knop. Je kunt de volume ook zeg maar zo zacht zetten en harder. Dat is een klein knopje. En hier heb je, hiervoor heb je de microfoon uit en de speaker in, of de speaker uit en de microfoon in. Dit zijn de lampjes. Dan gaan we de aandoen. Het is helemaal schoongemaakt van binnen, dus wees niet ongerust. Er zit geen stof in. En aangezien ik geen licentie Windows heb van de favoriete Windows die ik graag hierop zou willen draaien, draai ik gewoon Linux hierop. Dus voor mijn vriend in Appingedam, die gaat zelf hier Windows opzetten als hij deze laptop ook leuk vindt. Dit is eigenlijk ook een preview video voor hem die ik nu maak, zodat hij weet wat het is, want we gaan een beetje ruilen. En hij wil heel graag een laptopje. En dit is nog een laptop waarvan ik zeker weet dat hij erg goed werkt. Hier moet ik even inloggen. Oh, verkeerde password natuurlijk. En dit is Debian Linux die ik erop draai. De GNOME, of nee, de KDE versie. Zie je aan het laden. DVD, even uithalen. Trouwens, de DVD-speler werkt ook nog goed, hè. Kan nog goed lezen. Er zit een hele goede lezer in. Dus dat is all good. Dit is een laptop waar je nog gewoon de hele tijd goed mee kunt werken. En hier kun je zien, het besturingssysteem is opgestart. En we gaan even kijken naar wat settings. System settings. System monitor. En hier krijgen we zeg maar te zien wat dit allemaal is. Tenminste, dit zijn al de processen die nou op dit moment meelopen. Je kunt zien, dit is de CPU. Die wordt maar heel weinig belast op dit moment. Maar ik wil eventjes de systeems
já tem sim, Vanderlei. Especificações. Dit is overigens een nieuwe Linux die ik aan het testen ben, dus. Kijk hoor. System settings misschien. In ieder geval, hier zit een Centrino processor in, van Intel. 1,6 gigabyte. Gigahertz, neem me niet kwalijk. We praten hier over processorsnelheid, niet over geheugen. En dit is het eigenlijk, het is een heel mooi laptopje. Je moet, ja, het is maar net wat je ermee gaat doen. Ik heb hier zelf Mac opgedraaid. Ik heb ergens nog een filmpje op YouTube waar dit ding een Mac is. Het is gewoon een hartstikke leuk ding. En dit is mijn privé laptop waar ik presentaties mee heb gedaan. Vandaar ook de naam Darlington. Ik ben van de Darlingtons. De band de Darlingtons. En mijn naam is Puck Darlington. En ik heb een Darlington lijn. Ik heb ook een Darlington fiets. En als je die googelt, kun je die ook vinden. Dat is de Darlington bike. Dus zeg maar, het is mijn eigen merk, naam, model, lijn, whatever je wil het noemen. Whatever je het wil noemen. Maar dit is het. En dit is de laptop. Dus Appingedam, mijn vriend daar. Ik hoop dat dit een voldoende informatie was voor jou omtrent deze laptop. Ik ga er weer uit doen. Wifi is gewoon ingebouwd. Alleen de wifi is door Linux. Ja, daar heb ik een speciale driver voor nodig en dat moet ik allemaal nog doen. Maar als de laptop toch richting Appingedam gaat en ingeruild gaat worden voor een Samsung telefoon, dan dan hoef ik dat allemaal niet meer te doen, omdat mijn vriend in Appingedam zelf Windows hierop gaat installeren. Hij heeft zijn eigen licentie. Trouwens, even kijken, als het goed is, aan de achterkant hier, jawel, kijk, hier kun je het zien, hier hebben we ook nog een licentie. En dat is een, laten we even zien, misschien niet zo heel erg duidelijk, maar dat is een Windows XP Professional licentie wat ik hier zo heb. Dit stiekem het nummer ga overschrijven, mensen, maar dit is het dus. En ja, het is een leuk laptopje, ziet er netjes uit. Zoals je kunt zien, de ventilator is schoon. Het is allemaal schoon daarbinnen. Want dat is iets wat ik heel erg voorzichtig mee ben. Omdat hitte de machine zo stuk maakt. Nou, dit was het. In ieder geval bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. De Darlington laptop. De Darlington Red laptop. Enige in de wereld. En zeer uniek werkende Toshiba Tektra S2. Doei!